Media. Ik ben Isa Roes. Ik ben Mark-Marie Huibrecht. Welkom bij Mark-Marie en, Mark en Isa vinden iets. Hoeveel sterren ja. geven wij? Bloemen. Ja, we gaan het over bloemen hebben. Ja, wat leuk. Ja, <laughs> is een uh, leuk thema. De Does en Don'ts. Wat doe je er wel mee? Wat doe je er niet waar mee? Hou je van? Waar wat zijn je, je favoriete van. bloemen? Vind je het bloem te krijgen? Vier ben je bang van bloemen? Ben je bang voor bloemen? Dat zijn de bloemen die je, waar je een hekel aan hebt? Ja. Uh, mijn moeder had een hekel aan bepaalde bloemen, maar dat ga ik direct allemaal vertellen. Um, we gaan het natuurlijk. beginnen natuurlijk altijd even met onze week. Wat is er allemaal gebeurd? Wat is, wat is het allemaal erg? Wat is het allemaal leuk? En dan eindigen we met moderne etiketten. En tussendoor hebben we ook nog uh, uh, twee suikerooms. Dat is Sofa Company en Study Go. Zeg je dat mooi, Study Go? Ja. Study Go. Ja, heel goed. En natuurlijk het roddenblad. En het roddenblad, dat Weet vergeet niet. En dat is gewoon weer de privé. Ouderwets. Hezellig. Ja. Ouderwets. Ben en voorop staat uh, Rachel Hazes natuurlijk en Bonnie Sinclair. Bonnie. Ja. Um, jouw week. Mijn week. Nou, ik moet natuurlijk eerst even uh, iedereen geruststellen: de kattenpisgeur is weg. Is weg. Het is. Een wonder. Nee, het is helemaal geen wonder, want het is niet zomaar weggaan. Uh, het, het was even heen en weer uh, tackelen met schilders. en Een muizenman die bij me geweest is. En iedereen schoof toch een beetje naar elkaar: van nee, nee, ik ben niet. Het zal toch wel de verf zijn. Nou, nee, daar hebben we nog nooit van gehoord. Dus het zal toch wel een muis zijn. Uh, mijn aannemer kwam eigenlijk pas heel laat in dit verhaal. Dat was een beetje jammer, want die zei heel snel tegen mij: maar daar er kan helemaal geen lo beest lopen. Je hebt helemaal geen spouwmuren. Oh, dus je hebt geen spouwmuren. Denk... Oh, had ik dat maar geweten. Had je ik hebt niet gewoon ge... alleen maar één muur. Ja. Nou goed, dus dat was het niet. Wat gebeurt er? Nou, doe... Misschien moet je dat even uitleggen, want er gebeurt iets raars. Oh ja, ik doe mijn schoen uit, maar er komt. Ik, ik ben vanochtend. Ik, ik heb besloten om veel te gaan wandelen. Dus ik ben. Heb uh... je, je best schoentjes aangetrokken? Nou, nee, maar het is wel. Nou, zeg maar even. Het is wel dom van mij, want ik heb. Oh. ja, ik geef oh, het eerlijk toe. Ik ja, heb ik, ik dacht, ik ga meer wandelen. Ja. Want in de tijd van COVID deed ik dat ook. En dat was hartstikke goed. Ik probeer wat, een beetje af te vallen en zo. Dus ik dacht, nou, dan ga ik wandelen. Dus gisteren, daar wil ik direct nog over vertellen. Ik, ik doe een cursus bij het Rijksmuseum. Maar goed, daar ben ik naartoe gewandeld. Ging hartstikke prima. Nou, prima. Maar ja. ja prima. En dan loop ik een beetje door. Dus ik, ik, ik stevig, ben niet aan het slender. Dus ik. Ja, stevige wandel. Maar vandaag dacht ik, omdat het regende, dacht ik, nou weet je wat, dan doe ik uh, zwarte kleren aan. Maar dan geef, ik, ja. dan geef ik dat ik zwarte schoenen aan heb, dan de voorrang op makkelijke schoenen. Dus ik heb eigenlijk schoenen aangedaan die ik niet zo heel vaak aan heb. En wist je dat die je daar. wel veel beter bij mijn broek. Outfit. Dus toen kreeg ik heel erg pijnlijke voeten. Dus toen heb ik nog bij de ethos onderweg. Heb ik nog van die. Uh, ik, ik had blarenpleisters. Oh. En toen zei ze: is het voor open of dichte plei, uh, blaren? Ik zeg: Nou, ik weet het nog niet. Want ik heb nog niet gekeken. <laughs> maar het is, <laughs> doet heel erg zeer. En toen, uh, en toen heb ik daar in de. Uh, zegt ze: mag je mag hier wel even gaan zitten. Hoor. Dus we hebben in de ethos gezeten, en heb oh. gezeten. Maar nu doet het nog steeds hartstikke zeer. Dus nu ga ik ook niet terugwandelen. Nee. Want ik ga gewoon met, <laughs> met de tram terug. Maar ik moet dus nog wel naar ten zien ah, te gem. komen, oh, ja, Misschien maar goed. goed daarom kijk ik even moeilijk omdat ik mijn uh, schoen uitdeed. Oh, oh, jezus, ja, wonder. Het is verschrikkelijk. Oh, echt? Nee, het is echt verschrikkelijk. Maar oh, daar hou ik niet van. Laten we ja. lekker onder de tafel. Maar goed, weer terug naar de <laughs> kattenpist. <naar> <laughs> Genoeg over jou. Terug naar mij. Terug naar jou. Je kattenpist uh, lucht, nou, die, die om je die, heen dus, die weg is. Oh, die weg is. Die weg is. Want uh, de schilders, nou, iedereen had, het, uh, nog, had er nog nooit van gehoord. Kon niet waar zijn. Maar ja, ik zei ook, dat wil niet zeggen dat het toch niet een de eerste keer kan zijn. Ja. Ook al heb je het nog nooit meegemaakt. Ja. En toen was er toch nog een telefoontje naar een bedrijf. En daar kwam ineens uh, het verhaal. Ghost odeur. Oh. Lach jij nou? What Mark Marie a... of van mij? Wat is er? Omdat hij zo pijnlijk doet. Of zie je. Oh ja. Nee. Hij zit ja, zich te verbijten. He? Nou, wou ik ook die andere schoen uitdoen. doen. Dat ik dacht dan, die ene voet heeft dan vrijheid. En die andere voet, die denkt ja. En ik, dus nu heb Waarom ik wel, zijn we niet gewoon met jou twee... begonnen? Want nee, ik vind het ontzettend nee. lang duren, mijn verhaal. Sorry, nee, nee. ik liever toch, met jou begonnen. Hier praten we ook, geloof ik, al drie jaar over. Of die katse <laughs> Is het ook niet zo erg? Nee, maar ik wil alle lieve mensen die nee, mij zeker. allemaal tips hebben gestuurd. Heel veel tips. Uh, zijn het geen marters en, uh, en weet ik veel? Ja, steenmarters. Maar die zou toch niet. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Maar goed, dus het was een ghost-odeur. Dus dan heb je een combinatie van extreme, als er geschilderd wordt, extreme hitte, vocht in de muur en ik geloof nog een X-factor. Jee, dat was bij mij oh. super fijn. Dus dus ik had het wel eens vaker voor. Oh, zelden. zal wel weer één op de miljoen zijn of zo. Dat had ik dan. Ja. Dus ze hebben het overgeschilderd met een iets wat niet doorlaatbaar is. En het was gewoon weg. Oh. Zo. Ja, dat is echt wel heel erg fijn. En dan heb je pas door hoe. Nou, depressief woord zal ik niet gebruiken. Nee, dat zou je niet. Maar gebruiken. je wordt er wel, wel heel zaggerijn. Zwaar moeder. Ja, ik, ik vond het heel naar. Ik wilde de ja. tijd weg. Als ik thuis was, dacht ik, oh, deed het zo'n geur om je heen. Ja, Doe dat we. is echt verschrikkelijk. En ja. zo'n hele smerige ammoniak achter. Ja, het is geur. echt vies. Het is echt vies. Maar goed, dus dat, daar ben ik heel blij mee. Hebben ze het overgever dan dezelfde kleur? Of kon het alleen nee, maar in een soort. Nee, konden ze mengen met dezelfde kleur oh. die ik al had. Dus daar was ik super blij mee. Want ik dacht: oh, het wordt eerst zo'n laag en dan moeten ze weer komen En wie? Wie draait er dan op voor de kosten? Dat is leuk. Um, de schilders waren dus weg. Weg? En, Hoe bedoel je? Nou, aan het einde van de dag en toen of klaar. En toen zei ik, wat moet ik betalen? Ja. Zei ze zei, je hoeft niks te betalen. Ah. En toen zei ik, waarom niet? Zei ze zei, nou, want jij kan hier niks aan doen. Zeg, ja, maar jullie ook niet. Zei ze zei, nee, maar de verf wordt betaald door het ververdrijf. en oh. wij doen de, wij doen onze. Nou, wat lief, ja. Dus dan ga ik echt heel lief dankjewel voor zeggen. Ja, dat vind ja, ik, ik altijd lief. lastig aannemen. Ik denk, ja, maar goed. ja. Dus ik was super blij dat ze dat hadden gedaan. En ik heb iets heel impulsiefs gedaan. Oh. Ik heb een nieuwe bank gekocht. Oh. en zomaar van de een op de andere dag. Dat oh. is helemaal niks voor mij. Hoewel ik heel impulsief ben, of denk te zijn. Ja, dit is een heel verwarrend verhaal. We kunnen we het een andere keer over hebben als thema? Of zo. Ja, precies. Maar intensiviteit. Uh, schrijf je het op? Impulsiviteit, ja. hartstikke leuk. Um, heb ik gewoon ben ik ochtends gaan kijken naar een bank en heb ik hem. Die avond is hij bezorgd. Oh, dat is snel. Dat is echt heel snel. Ja. En ik vond mijn bank die ik had te groot. Deze was iets kleiner, wist ik, en andere kleur. En ik ben super blij. Nou, dat wou ik even zeggen. ja, wat goed. Ja. Heb jij wel eens impulsief zoiets uh, gedaan? Zeker, wij doen alles impulsief. Oh, echt? Ja. Ik, 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 gewoon ja. doen. Ja. Je denkt leuk, klaar. Ja. Ja. Ik weet nog wel dat, dat we ergens in uh, in Londen waren was ik met een vriendin van mij en die, en die was heel erg... die wilde iets kopen en die was allemaal maar... ja, ik weet niet, en nog eens aandoen, nog eens aandoen. En ondertussen zag ik ergens een soort horloge, wat ik leuk vond. En toen <tussendoor> tussendoor. stond ik bij de kassa en zei ze... Wat jij nou? toen zei En nou? Ik zeg, ja, koop even ik heb een horloge gekocht. Tijdens dat ik... Ik zeg, ja, maar ja, als ik, vrij ik denk, lang. ja, dat vind ik leuk... Dat, dan weet ik gewoon... Snap je? Ik ben wel iemand die oh, denkt... Ja, dat, ja, ik ko koop niet zo veel, want het is niet nee. dingen... maar ik ben wel van snel, ik ben niet van lang over ergens... Nee. Over, wel ergens over anderen nadenken, ja, wel. Over, over wereldproblemen. <laughs> Dat wel natuurlijk, maar niet over dingen aankopen. Nee. nee Nou, en hoe was jouw week? Nou ja, ik, ik ben dus het Rijksmuseum... Oh, eerst eventjes, Erwin Olaf is overleden. <gut> ja. ja, 64 en uh, Erwin Olaf, wat? de fotograaf. En um, ook filmer, heeft ook al een film gemaakt. En um, die heeft mijn allereerste poster gefotografeerd. Nee, dat ja. wist ik echt niet. Dus ik. Uh, en dat was ook heel uh, leuk om te doen. Omdat het toen nog in die tijd, ik denk dat het later ook nog wel was, maar in, uh, was het echt een soort. soort uh, ja, ook een soort knutsel- en frutselmiddag. Dus ik moest op een piedestal staan op zo'n klein uh, pilaartje, zeg maar, stond ik. En dan waren er om mij heen. Waren er uitgeknipte muzieknoten? En die hingen aan doorzichtige draadjes. En die moesten Straat. dan helemaal recht hangen. Ja. En dan was het helemaal zo. Want tegenwoordig doen ze, zou ze, denk ik. kunnen ze gewoon allemaal in. Ja, ik denk niet dat hij dat zou doen hoor, trouwens. Ik denk wel dat hij dat nog steeds gewoon zo zou doen. Maar. Uh, super mooie foto is het ook geworden en um, echt, echt zo'n Erwin Olaf foto oh. En dat was super lief dat hij dat deed, want ja, ik dat is 30 jaar geleden of zo. Ja. En uh, maar dat was ook uh, een hele lieve man. Uh, ja, ja, dus um, ja. En ik vind het ook zo zielig dat hij dan een, een nieuwe long kreeg. En dan daar super blij mee was, dacht oh, nou, dan kan ik uh, uh, nog doorwerken. Dan kan ik nog, ja, nog doorleven gewoon. Ja, want hij had long hè? Ja, long heeft hij ja. een, een, een longtransplantatie gehad. En voor de, voordat je dat krijgt, eh, ga je al door een heel circus. En het is een ontzettend uh, zwaar traject. En dat je dan gewoon een week of twee weken later toch ja. sterft, dat vind ik echt wel heel zuur. Dat vind ja. ik echt wel heel zielig voor hem. Dus uh, hij, maakt, hij laat ze heel mooi oeuvre. En zo zijn ferd. mooiste werk vind ik eigenlijk uh, zelfportretten. Ja. Ah. Die drie zelfportretten ja, die hij heeft drie, gemaakt, ja. die vind ik zo mooi. Die ja, zijn heel sterk in, in ja. zijn eenvoud. Ja, dat is wel heel mooi. Ja, Daar heb je vind wel gelijk in. Maar ik vond toen die van Diana en zo vond ik ook zo confronterend. Maar oh mooi. ja, ja. Ja, nou. ja heel mooi. Um, Helaas. Maar goed, ik ben, dus, uh, ik ben dus begonnen met de cursus uh, op het Rijksmuseum... Om uh, daar uh, schadrij te restaureren. Nee, om daar... Uh, <laughs> nee, om... om hier <laughs> een beetje roze, hier een beetje rood. Die kan toch een hoedje op? <laughs> dat is dat veel leuk dat ze een hoedje op heeft. Dat is veel gezelliger. Um, nee, nee, nee uh, botanisch tekenen. Mm. En, uh, Moet je even uitleggen. Botanisch tekenen is, is, is een plant of een, of een bloem eigenlijk. En dat deden ze vroeger natuurlijk, omdat dan hadden ze geen... Uh, tv. Nee, ik weet niet ze vroegen. Ja, dat deden ze natuurlijk, dat deden ze natuurlijk wel. Omdat de decoratie ze... toch ook allemaal van. Paleisens? Ja, nee, 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 nee. nee. Oh. Botanisch teken is meer. Um, dan waren ze op naar Suriname geweest en dan hadden ze daar alle planten die in Suriname voorkomen, hadden ze daar dan geteken om, om te laten. Eigenlijk gewoon. Het, het was eigenlijk uh, uh, wetenschappelijk. Oké. Okay. Of het was meer als een soort. Um, als een soort reclamefolder. Weet je wel, dus zijn, zijn tulpen ge gemaakt en die, die is meer van God. Hij wordt zo, de ja. knol wordt zo. Weet okay. je wel, dat was een tulpen Weet je, toen nog de tulpen heel duur waren, duurder dan een huis. Nee, dat weet ik. niet. Nee, weet je niet? Nee. Oh, weet je dat? Ja, maar ik weet wel. Hoezo? Ja. Was zo tulpen <laughs> nee. duurder dan een huizen. Een kletsverhaal dit. Ja. Ja. Een kletsverhaal. Vertel dan. Och, mensen vallen nou voor de radio <laughs> van de stoel. denken weet iedereen dat niet? Nee, dat weet ik niet. Nou, er is maar. ook films over gemaakt. Dat oh. nou, was in de tijd, er waren, tulpen waren zo duur. En dat was een soort, ja, ook een soort piramide-achtig spel. Weet je, dat mm. werd steeds... En uiteindelijk is dat geklapt. Hebben heel veel mensen heel veel geld verloren. En, um, maar ik hoorde laatst dat... Uh, wij denken allemaal dat die, die, die tulpenbollen, dat mensen die al gekocht hadden en dat en dat, dat steeds duurder werd. Maar schijnbaar konden ze um, een, een, um, een levering kopen. Dus dan was het er nog niet, maar dan hadden ze alvast iets gekocht wat ging kopen. Effectief. En dat is in elkaar geding. Ge, ge, dus, um, dus het is ingewikkelder dan je, dan je zou denken. Maar het was wel zo, dat die waren toen zo duur. Nee. Ik vind het ongelooflijk. Ook omdat het ook weer verdwijnt. Ja, dus waarom zou je daar zoveel geld aan uitgeven? Ja. Maar goed. Daar hadden ze dus ook die tekening voor nodig. Maar Hoe, hoe is het? Ben je net begonnen met tekenen? Het is de tweede avond. Ja? En uh, ik heb dus. Uh, je kiest één plantje, en dat blijft dan zes weken. Dat blijft jouw plantje. Dus okay. die, die, dat kiezen was best wel eventjes. Maar toen liet ik wel, iedereen voorgaan dat ik, ik kies wel over wat er over is. Want ik heb. Okay. Ja, dus nu heb ik wel een beetje een moeilijk, moeilijk plantje. <laughs> Wat heb je voor plantje? Ja, een Hoe plantje met zo'n zo mondje. Waar vlieg je in? Vlieg je, zeg maar. Zo'n oh, mondje. Zo'n kelkje. Zo kelkje ja. Maar, ja, dus vleesetend uh, ja, ja, ja. plantje is het eigenlijk. Maar heel leuk om te doen. Leuk. Ja, superleuk. Superleuk. Ja. En ik ben achtergegaan waar de slaaswas is gebleven van café ja. en die hebben ze, hebben ze gewoon uit de uit daar hebben ze gewoon uit ja, ja die niet meer veel verkocht en hebben ze gewoon ja. uitgehaald ja maar zo gaat dat natuurlijk dat is, dat is marketing ja als het niet verkoopt nou ja maar dat, dat, dat vind ik zo makkelijk gezegd van dat, jou dat is, ik heb het niet besloten nee, nee, nee ik sta er niet achter, achter. Dat, dat, dan laten ze je echt nou genieten, ja, dus jaren. 50 jaar genieten, genieten van de slaatsaus. Ja. Ja. En dan ineens, ach, nou ja, het, het is een beetje als een heroïneverslaving. Ja. En ineens, cold turkey halen ze gewoon de slaatsaus. Misschien saus. beter in één keer. Nee, ze hadden veel <laughs> beter kunnen zeggen... Goh, Als iemand nog half wil, van het jaar gaan we ermee ophouden. Want dan kan je, je nog slagen. denken... Ja, dan had je nog wat extra slaasaus gekocht. Ja, dan dacht die dag ook nog, hè, van Cold Turkey. Ja, maar die nu zag ik dat bij de Plus hebben ze eigen slaasaus ja? En, en, en Gouda's vind ik... Ja, niet zo lekker. Ja, sorry als er iemand gouden slurry als heel die het lekker, die de lekker vindt. vindt. Maar goed, ja. Is, is maar en, en, dus, en de plus uh, slaasas moet ik nog gaan pro proberen. Okay. Maar goed, ik ben nu dus aan, aan opletten wat het opletten. Want ik eet, eten dus <laughs> ik weet Misschien niet of sluizos... ik nou zo heel snel al aan die slaasas zou beginnen. Nee, handig. snap ik. Ja, heel goed. Ja. Ik vind het echt bloemerig, overgangen Ja. ja. Heel mooi. En we gaan het over bloemen hebben. Ja. ja. Ik hou van bloemen. Hou je van bloemen? Heel erg. Heb je veel, altijd bloemen in huis? Nee. Oh? Maar ik hou er wel van. Maar waarom heb je geen bloemen in huis? Dat ligt een beetje aan mijn... Zou het zou misschien ook wat minder stinken. <laughs> <laughs> nou, dit kan eruit hoor, mensen. <laughs> Um, dit nou, als je bloemen te lang laat staan. Oh, Oei, dat, dat, vind is ik, ook, dat is het enige oh. wat mij weerhoudt van, om heel veel bloemen in huis te nemen. Dat, dat als, ze, als ze gaan rotten en zo. Dat vind ik oh. zo vervelend. Je moet bloemen verversen. En dat vergeet je vaak. Je kan beter een, meteen de tip van de dag een glazen vaas nemen. Want dan zie je dat het water troebel aan het worden is. Dus gauw verversen. Want als je een dichte vaas hebt... Vergeet je het, en dan ruik je het op een dag. Maar op een dag. Maar als je, maar als je, als je een, een heldere vaas doet en, en je doet elke keer uh, uh, nieuw water in, dan denk ik altijd dat die bloemen sneller uh, gaan uh, bloeien, uh, uit, uitbloeien. Oh ja. Of welke? heb je ja, dat ooit gehoord ik, of is dat gewoon je eigen? Ik denk als je gewoon heel logisch, logisch nadenkt, <laughs> dan, kom, ja, dan kom je erachter dat je denkt: goh die bloem krijgen elke dag of elke dag of elke twee dagen vers water, die denk ik oh voelde heel lekker en, en dan gaan ze steeds meer en dan zijn ze dood. Wacht even, Maar wat zit er tussen hè, hè, en dood? Dat gaat nou, ineens heel snel. Ik nou, snap het niet. Ze dus zijn als heel je, blij. Als, als, ze, als ze gewoon in stil water staan, zeg maar. En op een gegeven moment. dan verliezen ze langzaam het, hun Levenslust. Uh, levenslust hun plezier om te leven. En dan geven ze het langzaam op. Maar dan gaan ze niet heel snel. Uh, uh, dood, denk ik dan. Zo is het bijvoorbeeld ook, dan vraag ik me ook altijd af, maar goed, de, er zullen nu bloemisten zijn die voor de radio zitten, die denken: Ja, je zit helemaal niet, maar goed. Dus die doen altijd zo'n zakje erbij ja. Ja, met uh, poeder. Ja. En dat is dan van weet ik van wat, ik weet niet hoe het heet. En um, ik denk altijd dat dat oplichterij van de, <laughs> de bloemisterij is. Maar je hoeft om er niet voor zo te te snel betalen. mogelijk dood nee, te laten gaan. Oh, ja, omdat die bloemen zo snel mogelijk uh, 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 uitgebloeid zijn. Dat je nieuwe bloemen komt kopen. Ja. Ik denk altijd: niet gebruiken. Oh. <layers> maar dat zou kunnen. Ja. Denk je niet? Ik ga een keer testen. Ja. Zal ik dat eens doen? Dat ik twee borstjes koop: ja. één met en ja. één zonder. En ja. dat in de kamer. In en dan, de dan kijk ik wat er gebeurt. Ja. Dan kom ik een keer op terug. Dat vind ik een hele ja. leuke test. Ja. Want ik ben je hebt benieuwd... ook vloeistof. Dus dat ja, dat is hetzelfde. Dat is hetzelfde, hè? Ja, dat het is hetzelfde. Het is allemaal, uh, We kijken of het de firma toch is. Allemaal Ja, het is natuurlijk heel vervelend, maar uh, het zou zomaar kunnen dat het echt zo, zo werkt. Maar wij betalen er op zich niet voor, hè? Want, oh, wilt u ook nog voeding, dan moet u nog... Nee, dat niet, maar hè? daarom... Nee, niks, nee, e e ik hoor je. Daarom ben ik zo ja. uh, achterdochtig Want je in je niet betaalt, gaat dus het. krijgt het wel. Dus dan zullen zij er wel <laughs> iets mee opschieten, ja. Dus ik denk dat ze daar mee opschieten. Oh. Wat zijn je favoriete bloemen? Um, ik hou van heel veel verschillende bloemen. Ik hou heel erg van veldbloemen. Oh ja. Waarom kijk je daar zo vies bij? Nee, wat is nee. Het nou weer? Ja, een, veld, nou ja, een veldboeket denk ik altijd. Ja. Soms kan je niet goed zien wat de bloem is, zeg maar. Dan is het zo uh, uit het veld getrokken dat je denkt: nou, dat had wel had, iets. is dit echt een bloem? Of is het gewoon gras? Zitten, ja, er zitten veel grassoorten tussen. Dus ze denken: oh ja, dat is leuk. Dus een veldboeket. daar dat, trappen ze wel oh, in. Dat vind ik trouwens heel oh. vervelend bij bloemen: dat er zoveel groen tussen zit. Ja. Waarom? Veel groen Waarom en weinig Waarom dat groen? Ik wil gewoon bloemen. Ja. Ik koop liever losse bloemen dan dat ik zo'n kant-en-klaar boeket koop. Oh ja, ik koop bijna nooit een kant-en-klaar boeket. Nee. Ik koop eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, op het laatste uh, jaar... koop ik altijd dezelfde bloem. Oh ja, dat, uh, hoe heet die? Zeg het maar. Grisant. Grisant. In hele rare kleuren. Blauw. Ik weet het. Nou, ik heb blauw. ze je ook gegeven. Ja, ook blauw. Soms blauw met groen. Meestal hebben ze twee kleuren... Ro rood en uh, geel of zo. En dan uh, ombre. Uh, ja. Ombre. Ombre. Heb je het over de verfkleur? Ik weet niet wat je gaat zeggen. <laughs> nou, ik ombre. hoor het woord wat dat ik denk. Van te de herkennen. ene kleur naar en de andere overgaat, zeg oh. maar. Wat ze ook bij haar doen. Dat is ombre. Er <laughs> wordt geknikt. Ja, ombre. Ja, ombre. En dat vind ik heel erg leuk. Want die, die, ten eerste vind ik het heel fijn dat die heel lang blijven staan. Oh. Zonder. Want, Poeder. Ja, want ik vind eigenlijk als, als al na drie dagen dat ja. je denkt... Dat vind ik altijd zo jammer. Ja, dat vind ik ook. Dus dat, dat vind ik heel fijn van die bloemen. En ik word er heel vrolijk van, omdat ze zulke vrolijke kleuren hebben. Maar het is wel nep, toch? Ja, nou, die, die bloemen zijn wel echt. Ja, de kleur bedoel ik. Maar de kleur is nep. Maar dat, dat wordt door Ecoline, geloof ik, gedaan. Die doen ze in het... Uh, in, ja, maar daar laatste hoorde ik ook... Dat bloemen en planten dus uh, kunnen voelen. En uh, ook echt... Kunnen denken en zo. En dan denk ik wel dat ik Oeh. ze met Ecoline een beetje aan het vergiftigen ben. Denk dus denken, denken. Het zit dat maar in het sapje. Ja, is hartstikke ja. gif. Ja, maar en daarom blijven ze zo lang staan, zo helemaal verstijfd. Zo <laughs> <laughs> staan ze, die bloemen. Als schokken zo van Jezus, wat is dat? Ja, en daarom blijven ze zo lang goed. Ja. Oh, dus je hebt eigenlijk gewoon een heel, heel erg traumatische bloemen in je huis. <laughs> nee, maar. maar... Maar misschien is het ook prima, want het is natuurlijk het, het is niet een giftige stof. Het is voor je gemoedsrust beter. Het is hè? gewoon een ja. natuurlijke ja, <laughs> kleur <beter>. kleuring. <laughs> ja. Ja. Krijg jij veel bloemen? Soms bij een bedankje voor of een première natuurlijk. Precies. Daar moet ik altijd zelf om lachen trouwens bij premières, dat je dan bloemen krijgt en dan, zeg, en dan weer in de vaas zet. Dan krijg je morgenavond weer. Oh, ja. Heb je toch soms in ja. het theater dat je denkt, ik krijg morgen dezelfde bloemen? Ja. Ik weet niet of ik dit verhaal ooit heb verteld. Oh, maar nou. goed, in drie jaar denk ik ja kan wel eens een verhaal dubbelen. Ja, dat kan wel eens gewoon. Ja, zeker. Ik was in Amstelveen. En uh, daar was een hele leuke. Kijk ze nou beneden. meteen naar de klok kijken. Oh, oh mijn god, een er komt weer ja. op. je weet ik het wel. Dat is toch ook ja. erg? Als je gewoon een verhaal begint te vertellen iemand zit te oh. kijken, Jezus. Maar echt, daar heb ik niks er, verteld. Er, dit kan er allemaal uit. En um... <laughs> nee, er was Jusie Amstelveen. Ja? En er was een hele leuke schouwburgdirectrice, Dominique. Die is nu overleden, maar die was oh. superleuk. En um, die, um, ik had gespeeld speelt drie avonden en zij was de laatste avond komen kijken. En ik had geen avonden, had ik bloemen gehad. Ze hadden gewoon geen, deden geen bloemen op het einde. Nou prima. En toen stond ik op het toneel en toen stond Dominique. aan zie ik helemaal op het einde, zie ik aan de zijkant in de college staan met betraande ogen, want ze vond de zijn zo mooi, en bloemen. Ik denk, nou ja, ze zeggen altijd bloemen. Dus zij rent op en, oh, dankjewel, en helemaal uh, geëmotioneerd. Hartstikke leuk, hartstikke lief. Dus die bloemen neem ik mee. En het treedt me wel op dat die bloemen, dat er niet echt een, een draadje omheen zat. Het werd zo bij elkaar gewoon gepakt. <laughs> ja. En toen zit ik in de kleedkamer en toen zit er een kaartje aan. Nee. En op dat kaartje staat gefeliciteerd met het zoveeljarig bestaan... De winkeliersvereniging Amstelveen. <laughs> dus zij is gewoon, zij vond gewoon dat er bloem moest komen. Dus ja. zij uit die zaal gegaan, heeft ze rondgekeken. Heeft Waar gewoon uit een, uit een uit een vaas, vaas ergens zo die bloemen gepakt. En zo. Dat vond oh. ik super lief. Ja, dat is heel goed. Dat, je dat zegt. vond ik nog was leuker. Echt, ja, precies. Ja, het was zo uh, 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 leuk en lief gedaan. Ja. Maar nee, vaak dus, krijg je inderdaad, uh, moet, je, moet je het bewaren tot de volgende dag. Ja. Zo. Ja. Als, ik, uh, als ik lelijke bloemen krijg, ik heb van. Um, dat is een tip die kreeg ik uh, van. Uh, wat zijn lelijke bloemen voor jou? Lelijke bloemen, bijvoorbeeld met poepen aan. Elke keer denk ik, oh gelukkig, het komt weer terug. Poep. Nee, maar poep met. Terug met... Het nee. 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 Poep terug in huis. Poep de bloemen. Uh, ja. De le ja, taren? lelijke bloemen. Ja, wat zijn lelijke nou, bloemen? mijn moeder had een heel erg heerlijke aan lelies. Die vond de lelies Veel echt mensen. Zo, nou, ten eerste vond ze het een beetje doodsbloemen, uh, doodsbloem, ja, begrafenisbloemen. Ja. En uh, mijn zus had een keer een vriend en die, uh, of ja, die was heel lang geleden toen ze heel jong was, nou niet heel jong, <laughs> toen ze vier was, had ze een vriend van 18. Ja. Nee, dat is echt een naar. Nee. Ja. nee. Ze was gewoon 20 of zo. Okay. En, en hij was 68. <laughs> dat is nee. beter. Zij was 20 en hij was ook 20. Hij was ook 20. Uh, maar er was een jongen, die was echt een lieve jongen. Maar die kwam toen bij ons binnen als, om um, kennis te maken. Toen had hij Lely meegenomen. En die ging zitten en die zei. Alles wat je niet moet zeggen als je de eerste keer bij je ouders... Oh, bij je ouders, of ja, ja, Dat hij een zwak hart had. Dat hij oh. elk moment neer kon vallen. Nee. Dat hij suikerziekte had. Dat die, nou Echt een hele rit aan dat je denkt... Ja, als als we die een... ooit nog buiten het ziekenhuis tegen zullen komen... Ik denk een het wonder. niet. Ja. Maar was het een liefje echt? Een, een vriendje? Of een, een gewoon een vriend? Nee, het was een vriend van uh, Romantisch, van eh, van eh. Het was van. <laughs> Zo'n vriend was het. Jazeker. Zo en zee, het zee, 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 zee. Maar goed, dat komt natuurlijk niet te heftig. Omdat hij <laughs> nee, natuurlijk de hartproblemen pas op. had. op, vind je hart, hart zuikers, waarom... dus het allemaal... Wat was er zo leuk aan deze jongen? Ja, dan? wij snapten het niet, <laughs> moet ik eerlijk maar zeggen. Maar je hebt dit ooit wel gehoord nog van je zus? Waarom, waarom zijn ja, je ze, ze vond, hem vond hem gewoon een heel lief, uh, leuke jongen. Ja. En ik weet dat het we in de huiskamer zat. Toen wrong hij zichzelf uit de auto. <laughs> en toen kwam hij zo aanlopen met die lady. Dus zei maar god heeft nog een bloembed. En heeft nooit meer lelies willen zien, mijn, vrouw, mijn moeder. Oh. Ja. Maar het heeft ook niet lang geduurd, hoor. Met mijn zusje was oh. echt gewoon, uh, na een week was het al Was je overleden? <laughs> okay. Nee, dat weet ik niet. Dat kan. Nee. Hij leeft nog. Natuurlijk kan dat. Ik weet niet waar hij nu is. Want ik geen contact onderhouden. Geen contact onderhouden. Nee. Maar inderdaad, bloemen. Nou, ik krijg wel eens bloemen en denk, oh, wat ik zeg, altijd groen erin. En dan haal ik altijd groen eruit en zet ik die losse bloemen allemaal bij elkaar. Dat vind ik veel mooier. Wat zeg je, groen erin? Nee, dat groen, wat er dan allemaal ja. in zit. Al die takken, die, die Ik vind dat een beetje list en bedrog in ja. bloemen. En dan denk ik, ik haal dat er allemaal uit. En zeg ik, sorry, en dan gooi ik het weg. Heel soms zet ik dat groen bij elkaar in een vaasje. Maar heel vaak denk ik, nee, dat vind ik helemaal niet leuk. En dan zet ik die bloemen allemaal los neer. Oh. Ga ik een beetje herschikken. Ja, want dat doet, dat heb ik geleerd, nou weet ik het weer, van Pauline Oh. Die deed dat. Die haalt dan zo'n boeket helemaal oh. elkaar. <laughs> helemaal al die bloemen. Nee, Puzzelstukjes. Doet, nee, doet, ze, doet ze per bloem in een vaasje waar één oh, bloem in kan. En dan dus door leuk. het huis heen. Ook leuk. Ja, dat heeft nog wel iets. Ja. Want dan, dan overleven lelijke bloemen het ook nog wel. Ja. Omdat je denkt, nou, zo'n bloem leens. is op zich helemaal niet lelijk. Maar soms is een boeket gewoon, dat je denkt: Ik zou dit nooit bij elkaar doen. Nee. Ik zelf persoonlijk. Maar bijvoorbeeld vroeger, dat vind ik wel leuk, die, die trends in uh, bloemschikken en zo. Vroeger had je echt zo. Uh, dan had je zo'n zo soort uh, met uh, oasis. Ja. Oasis dat heette groene, dat? Oh, de spul. ja. Waar je dan zo lekker deed met ja, je vingers in Mijn moeder, zei, blijft er dan vanaf. Ja, dat deed je niet. Nee. En dan uh, was in, in een vaasje en dan hadden ze zo ja. één orchidee. En dan had ze zo. Uh, dat, dat was als een soort. Annetjes, uh, een ja. Als een soort stond zo. Ja. Maar dat zie je niet meer. Nee. Dat gaat heel erg met. Uh, uh, wat gipskruid bijvoorbeeld. Ja. Dat was vroeger, nou ja, dat was als je trouwde waar je had. Alleen maar gipskruid. Je gipskruid. Haar. Ja, vooral in boeketten. Ja. kan ik er nog tussendoor lopen, eh, zodat je ja. ziet. Oh. Was ja. echt, dat je me niet eens ziet. Gipskruid was echt. Weet je wat gipskruid is? Nee. Echt nee. oh, een schattig <laughs> bloemetje. Daar gaan we al het ja. Het is op zich een schattig bloemetje. Het is heel klein wit. En, en, en dan doe je dat, ja. Dan kan je zo allemaal in stukjes breken, ja. inderdaad, zo in je haar. En dan maar. weggooien. En dan altijd in ingevlochten haar, toch zo? <laughs> ja. Zo'n zo vlecht ja. en dan daar allemaal stukken in. Dan moest je wel in Zweden trouwen, maar goed... Uh... Nee hoor, kon hier ook. Ja, dat kon hier ook. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus best wel een... Uh, een, uh, een um... Bloemenman. Een bloemenman, maar ik weet er niet zoveel van, zeg maar. Ik ben niet een ontzettende studiebol van uh, bloemen. Maar... maar... Daar, daar is iets heel leuks voor. Ja. Want stel, je hebt daar moeite mee en je wil er wat meer van weten. Precies. En, en hulp krijgen. Study Go. Study Go. Oh. En uh, drie weken lang is Study Go onze, onze suiker. We zijn hartstikke blij mee. Ja. En uh, we, we, wat we gaan proberen is om elke week een andere soort functie van Study Go uh, toe te lichten. Ja. Of uit, uh, uit te leggen. En het is natuurlijk ook heel goed, want de scholen zijn weer begonnen. Precies. En dan komen natuurlijk ook die toetsweken er weer aan. Wat en... natuurlijk altijd heel spannend is. Ja. Het was een fijn. Een studiego, die sluit aan op de, op de studieboeken die ze nu hebben, de schoolboeken. Dus dat is heel uh, fijn. En het, het is geschikt voor ja, alle leerjaren en alle niveaus. En alle vakken. Ja, dus dat ja. is heel fijn. Ja. En dan per hoofdstuk vind ik echt super slim, hebben ze uh, een oefentoets. Dus dan kan je heel goed zien. Heb ik de, de stof die ik heb geleerd, ken ik die goed? Precies, zodat je een beetje inzicht krijgt ja. van wat je al kent Waar en ben wat je, je nog. Waar sta uh, je? Dat uh, uh, moet vak. oefenen. Ja. En denk je nou van, uh, nou, dat kan mijn kind wel gebruiken. Als je nou naast je kijkt. <laughs> oh, dat zou fijn zijn. Daar kan kleine Thea echt een voordeel mee doen. Ja. Dan uh, klik, klik op je link. op de link in de beschrijving ja. van deze aflevering. Je krijg je 20% korting op een StudiGo abonnement. Ja. Dat is hartstikke fijn. Dus je klik even op, uh, op de link in de beschrijving van deze aflevering. En dan terug naar de bloemen. Terug naar de bloemen. Ja, ja. ik wilde nog iets zeggen over bloemen. Um, dat uh, de bloemen. Ik heb een keer een cadeau gekregen dat ik een jaar lang bloemen kreeg van mijn kinderen. Mm. Iedere week vond ik superleuk. Oh ja. Ja, dat vond ik zo'n leuk cadeau. Ja, vond ik echt heel leuk. Dus ik... dat kan je ook doen als cadeau aan iemand geven. Ik en vind al die tijd... dingen met abonnementen en zo. Uh, denk altijd moet ik voor thuis blijven. Oh. oh want ik kom ze brengen natuurlijk. Ja. Dus dan moet je. Dus dan, dus dan komen ze elke week bloemen brengen. Dus dan moet je elke week om een bepaalde tijd thuis zijn. Want dan komen ze die bloemen brengen. dan vind je het eigenlijk al niet meer leuk. Nou, dan vind ik het al heel ingewikkeld worden. Want dan denk ik, oeh, dan, nou, dan komt er niet. al iets in mijn agenda staan. Dan moet ik, dan moet ik voor thuis zijn. Oeh. Dat vind ik niet prettig. Nee, ik hoor het. Nee. Nou, ik was er heel blij mee. En als tip, als die bloemen dan toch nog een beetje langzaam... Af, sterven, sterven. Kan je altijd inderdaad nog die los er altijd nog wel een bloem die echt gewoon echt een vechter is ja. die er <laughs> nog is gewoon ja. die denkt ik overleef deze ja. hele fase, toch? Ja. En die zet je dan weer los inderdaad in een vaasje door je hele huis. Dat is heel leuk. Ja, ik ja. kan daar heel erg van genieten, Mijn kinderen moeten altijd heel hard lachen dat ik uren met bloemen bezig kan zijn. Ja. Elke keer weer denk ik oh nee, dan moet ik die vaas weer helemaal als je dan jarig bent, oh, en je ja. hebt heel veel bloemen gekregen, dan ben ik daar kan ik er heel lang mee bezig zijn. Mijn moeder ook. Mijn moeder die was dan heel lang aan, aan, aan het bloem schikken ja. en die jij dan elke keer als ze daar weer langs liep ja, dus dan deed de, oh nee, ze weer iets uit. Ja. oh daar kan, kan ik uren mee bezig ja, blijven grappig, zei ze ik heb dat ook toen mijn moeder overleed toen hadden wij uh, wat mijn moeders favoriete uh, bloem was de astromeria hoe ziet die eruit de we, astromeren, even we kijken zien. eventjes naar Chrisje. Die weet uh, binnen twee tellen de Astromeria uh, Te vinden? Ja hoor. Te vinden, ja. Die was een tijdje ook heel populair. Die is nu ook niet meer zo populair. Oh, Vond mijn moeder ook zo mooi. Ja. Ja. Nou ja. ja. Dus wij hadden op de kist, hadden wij één krans met rozen. En dan nog een, een krans met omdat dat een favoriet was. Mm. Maar dat wordt niet zo vaak gebruikt als krans, astromeria. Nee. Het had de hulp van, van mijn moeder, mevrouw Smulders. Ja? Die zei: Oh, vond ik zo mooi ben jullie daar zo. Eerst die krans met die rozen en dan zo'n krans met verwelkte rozen. Dat zo <laughs> dat? Ja, dat <laughs> echt, Maar dat was natuurlijk niet, er gewoon bloemen. Ja, dank je, aan mevrouw Smulders. Maar wat vind jij van rozen? Er zit zo'n lading op rozen. Ja. Ik vind soms rozen. Ik vind pioenroos bijvoorbeeld waanzinnig oh, mooi. Oh yeah. Ja, vind die ik ook, heel ook. erg mooi. Maar ik vind echte rozen vaak te, te hard. Ja, een eigenlijk Duits. Ik weet niet waarom ik dat nou zeg. <laughs> <laughs> het is een beetje. Ja, misschien Ja, dat snap ik heel goed dat je bedoelt. Oh, grappig, ja. Ja. ja, dat is een Duitse bloem misschien. Ja. En ik vind ook. Ik vind eigenlijk dat je niet meer aan kan komen met bloemrozenblaadjes uh, en dan zo'n weg zo naar, spoor. Na, ja, naar oh. het spoor. naar het bed. Ja, ik vind het ontroerend vanuit narigheid. Ja bijna. toch? Ja. Als als iemand daarmee zou komen, zou ik zeggen: nou dit. En vooral plastic nep uh, bloemblaadjes. Oh, dat kan ook nog. Nee, die heb je zeker. Want dan nee, nee, ik opvegen, gebruiken. Een de de <laughs> een kun je. gewoon niet het gewoon wel bij mijn nieuwe Ik weet ze van stop, want ik voelde dat dit geen leuke avond wordt. Van die, die hele wordt. vieze plakkerige, van die al honderd keer gebruikte bloemblaadjes. Maar ook champagne overheen is. Gespoten, ja, dat mag je hopen. Ja. En um, ja, nee, dat, ik vind rozen ook niet zo dom. Nee, maar pionrozen is mooi. Ja? Ja, maar het is gewoon wilderige is bloemen zijn ja. heel mooi. Ik denk dat we, het tijd is om um, de sterren te gaan geven. Hoeveel sterren geef jij bloemen? In het algemeen dus. Ja. Geef jij veel bloemen ook? Ja, hou ik er ook van. Ik weet nog dat ik een keer bij mm, Moederdag ben ik bij een paar vriendinnen bloemen gaan geven. We hebben een paar vriendinnen ja, die moeder waren. Echt, echt dat ik dacht, leuk, ga ik even langs. Oh. Ja, vond ik zelf leuk. Ja. Ik vind geven ook vaak leuk. Ze zaten een beetje met het gezin te ontbijten. Dan kwam jij binnen. <laughs> dan gaan we net in bed. s s'nachts. Ja, ik krijg de leukste ideeën s'nachts. Kan er niks aan doen, mensen. Nee, dan doe ze open. Hallo. De moeder van. Ja, je kan er niet vroeg. Weer niet meteen kijken. Oh, ze dat voor God, heb je er weer. Kunnen Zat we doen alsof we er niet zijn? Nou, ze heeft er bloemen bij zich. Oh, mijn god. Leg ze daar maar neer. Ze snap... Nee, ik wil ze zelf even aangeven. En even een knuffel. Wat gaan we ze van jullie. Als ik nou toch binnen ben. Kopje thee, heerlijk. Kun je maar bij me ik blijf slapen? De bank ziet er prima uit het voor mij niet moeilijk, hoor. Jezus, ja. Sorry. Uh, bloemen geven. Dus je geeft bloemen. Ja, ik geef bloemen. Nou, je hoort het al. Glijmiddel ja, om ergens binnen te komen. Pas op als je mij met bloemen ziet. Ik zou ja. heel hard weglopen. Uh, um, hoeveel geef je bloemen? Ah, mag ik er vijf geven? Jazeker. zeker. Ja, <laughs> ik was, was even, even niet kwijt, kwijt. Hoe je van twee naar drie moest ik is niet meer drie <laughs> um, ja voor Monika moet ik ook die die ja, gebruiken ik. die zij heeft gegeven moet je ook zeker doen <laughs> maar die vind ik niet <laughs> zo mooi ik wil <laughs> ja is weer heel anders die is, die is wat harder en die is nee maar dit is weer heel klein doe maar nou, oké. Okay. Ik geef sterren. bloemen uh, vier sterren, maar dat komt omdat ze dus ook gaan stinken. We uh, kunnen die bloemen toch niks aan <laughs> nee. doen? Nou, nou dat vraag duurlijk. ik me dus af. Nee, oké. Uh, uh, ik, 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 dus da, dat staat me niet aan. Dus, um, Met deze. Maar deze. Oh, wat, 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 wat ik nog wel eventjes wil zeggen, en daar zullen nu ook wel mensen heel boos worden, maar goed. Uh, en denk als ze we volgende week suikerhand willen worden, vind ik het weer geweldig. <laughs> maar ik vind net bloemen, daar krijg je uiteindelijk spijt van, denk ik. Het is altijd hetzelfde de boeket lijkt. saai. Ja, dus de energie is eruit. Er ja. Uit. Ja, daar is, zit er überhaupt niet in. Zit toch? er gewoon, ja, dat wil ik niet eigenlijk zeggen, maar er zit inderdaad gewoon geen energie nee, in. Dus er zit geen ook. leven dus, in. En daardoor is het, is het in, misschien de eerste keer dat je het ziet. Oh, mooi. Uh, ja, vriend van mij die wou, wou dat een keer zo kopen voor in, 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 in de hal of zo. zei ik, ja, dat moet je toch niet doen. Want heb ik toch geadviseerd om het niet te doen? Nee, want zijn ze het is je dankbaar? gewoon doods. Uh, weet ik niet. Okay. Ja, wel, zijn is wel dankbaar. Oké. Okay. Uh, dus heb dus dus vier, vier, uh, vier uh, sterren ja. Uh, yeah. Daar zeggen Waarom we verder niet? niks meer over. Waarom niet? Maar uh, gaan we nu door. Ja. Sorry, ik moet gewoon elke keer lachen als ik Kritje en Marco naar de, de tijd zie kijken. Van oh, <laughs> due was het me afgelopen. Ik wou dat ik dood was. Maar goed, ze uh, zijn gewoon nog bezig met z'n allen. Het is niet anders. Even nog volhouden. Bijna. Het is zo afgelopen. Maar echt, we gaan nu echt een Ja, ja nu gaan we er echt, uh, echt op uit. Oké. Okay. De privé van deze week. Nou, ik zei al... het uh, uh, Zandgoed, die begint altijd met een column, hè? Mm -hmm. En die heeft het altijd, elke week wel over Edwin Bredius. Want die staat ook achterop, zie je dat? Oh ja, ze hebben een podcast. Uh, oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, nou, nou. Ja, rond twaalf uur te beluisteren. Nou, dat oh. weet ik niet. Maar goed, het staat, het staat ook altijd in zo'n soort... Heeft hij een... een, 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 een Artikel van de hoofdredactie of zo, en heeft hij altijd over Edwin Bredius? Dat is dus een, een, een jurist, ja. En die is soms een sterreporter. Soms en deze week is het de collega Edwin Bredius, dus hij is geen sterreporter meer. Deze week niet, in ieder geval. nee. Deze week is maar hij is deze week niet goed gedaan. Nee, is hij dat niet? Maar dat is toch ook wat dat je zelf als Edwin Bredius dan moet lezen? Ja. Oh, dit vond Hoe hij deze week, deze week van mij, ja. Ik ben gezakt in zijn. Uh, Oeh, in zijn maar in, hij blijft in, nog steeds, dus hij wil graag weer terug naar sterren. Ja, want Edwin Predies heeft bijvoorbeeld nu een groot stuk geschreven over oh, Bonnie Sint-Claire. Oké. Okay. Het uh, is gelukkig niet uitgedraaid op een vechtscheiding, zegt Bonnie. Want uh, die is uh, uit elkaar met Anne-Jan. En um, dan zegt ze: We zijn uit elkaar. En dan, en dan staat er misschien pas een latrelatie beter bij ons. Maar dan ben je toen niet uit elkaar. Nee, maar wel het huwelijk is. Is ze ge getrouwd? Ja, ze is okay. getrouwd geweest. En nou zegt ze, haar grote probleem is, Anne-Jan werkt uh, uh, altijd s'nachts. Oh. Ik kwam dan diep in de nacht thuis van een optreden en ging naar bed. Anne-Jan kwam een paar uur later thuis en dan werd ik wakker en kwam niet meer in slaap. Als je jonger bent kun je daar tegen, maar het ging mij opbreken. Ik moet mij, vol ik moet mij een volgende dag weer concentreren op een optreden. Daar mag niets tussen komen. Dat ging botsen. Nou, ik. Dat ik vind dat als ik heel eerlijk ben, nou, zeg, vind zeg ik dat maar <laughs> vind, zeg maar. Ik, vind ik dat met alle respect hè, ja? want dat is wel belangrijk. Vind ik Uit altijd de goed dat hart, erbij te zeggen, ja. En vanuit de goed hart vind ik dit een beetje een rare, beetje drogreden. Ja, een beetje een drogreden dat moet meer aan de hand zijn. Ja, dat denk ik dan. Want het is toch niet de, je nee, kan nee. toch niet denken van oh, we, want je kan zei... toch ook apart gaan slapen? Ja. Je kan in een andere slaapkamer dan komt Anne-Jan s'nachts thuis en heb je er helemaal geen last van, nee. want Anne-Jan die die die, uh, die vangt uh, ja. Uh, ja, ik wou zeggen overleden. Wat? Nee, die, die werkt bij, bij een, uh, een uh, begrafenisonderneming. Oh. Dus er gaat s'nachts natuurlijk wel eens iemand dood en dan moet hij eruit en dan moet hij daar naartoe. Ja, maar niet elke nacht, toch? ook? Nee, nou ja, er gaat elke nacht wel iemand dood hoor. In... Nu ook, terwijl we zitten praten. Nu. En, en nu? nu? Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe vaak iemand in Nederland doodgaat. Is dat elke seconde drie oh, of zo? Nee, idee ook. Maar het zal wel, maar. Ja. Nou goed. Maar goed, dus een latrelatie. Uh, dat, dat, uh, um, je zou onze relatie nu zo kunnen noemen. Het is min of meer een latrelatie. Als we het zo kunnen voortzetten, hebben we ook een fijne band. Ah, maar dit is de tussenfase. Snap je? En dit zijn mensen die nog niet uit elkaar kunnen. Oh, dat denk ik dan. Zo dus zijn ze nog in zo'n. Ja, ik ken haar niet, ik ken hun allebei niet, maar nee. ik kan maar ze, me voorstellen. Ze hebben een hond en dan gaat ze, gaat ze oh. met die hond gaat ze naar hem toe en dan ja. gaan ze wandelen ergens dan aan de zee. En dan draagt ze de 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 hond over. Nee, nee. Oh. En dan neemt ze de hond weer mee en heeft Annie aan de hond even gezien. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Lief toch? Wat nee. ik me ook afvroeg, deze keer staat er een heel groot stuk, nou, een groot stuk, staat er een stuk in van Leo van Rooien over Harry en Meghan. Okay. En dan. Ja, ben je, de, ben je, ben je er klaar, ben je mee? klaar mee? Ja, maar ik hoor ja? het graag hoor, vertel nee, me. Nee, maar als je er klaar mee bent... Nee, nee, nee maar zo, ik wil het graag horen. Wat ik me zo afvraag, bij zo Ik weet niet of jullie dat wel eens afvragen. Maar die Leo van Rooij, die schrijft dan zo'n stuk... en dan staat er boven de kop... is Harry en Meghan voeren liefdeshow op in Duitsland. Nou, dat is niet positief. Want nee. dat is een beetje ze voeren een show op. Ja. Bepaald leeuw verroeien, nou wat de privé vindt van Harry en ah, Meghan. Ja, interessant. Of wordt. Of, is hij daar, of moet wordt hij tegen maakt hem gezegd. Niet, nee, nee, maar het stuk natuurlijk wel. Dus ja. wordt tegen hem gezegd. Goh, eh, de, uh, als oh, jij zo'n stuk hebt, dan zijn we het niet te positief. Want wij wij zitten Denk in kamp. Je? Nou ja, ik vraag me af. Je wilt natuurlijk als blad, moet je wel één soort houding hebben naar zo'n zo, zo zo stijl toe. O, of het gaat juist heen en weer, waardoor wij blijven lezen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar oh, nou zeggen ze iets als... positiefs. Oh, iets negatiefs. Oh, nou zeggen ze weer dit. Ja. Anders weten we het wel. Dan denk, ik, oh ja, dat is weer dat positieve verhaal. Oh, over en hun. Dat, dat je elke week dan weer benieuwd bent wat Leo er nou wel ja. vindt. Oh, ja, de privé dan. In ja, dit dat zichtbaar. zou, zou kunnen. kunnen. Ja, dat zou kunnen. Is gedachte. En dan zijn we bij uh, Showtime van Jan Uriot natuurlijk. Jan Uriot, met, uh, met uh, die ik natuurlijk elke week zie vanwege een andere podcast. En dan uh, die schrijft elke keer dus een beetje. Ja, Nieuwtjes dat je denkt. Is het, is het een nieuwtje? Oké. Okay. Hij brengt het wel zo. Nou, het is Showtime. Het is allemaal. Het is een hele pagina, dubbele pagina. Met allemaal nieuwtjes. Maar bijvoorbeeld. Barry Hey uh, Hij doet er niet zo moeilijk over. De 75-jarige Barry Hey geeft er toe dat hij van een borrel houdt. Je zou hem een alcoholist met een kleine A kunnen noemen. Dat is het nieuws. Mm. Vind ik niet echt nieuws. Nee. En eh. Uh, 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 dingen uh, uh, ook over, uh, over uh, uh, Frank Boeien. Dat hij in Nijmegen een, warm hart, dat hij Nijmegen een warm hart toedraagt is geen geheim. Frank Boeien, 65, heeft zijn geboorteplaats immers hartverscheurend bezongen in het Lied park. Laat hij nou juist wekelijks door hetzelfde park een wandelingetje maken met plaatsgenoten Sinan Kan en Fons de Poel, waarna uh, de heren in de buurt zich te goed doen aan lichte maaltijd. Vind ik wel nieuwtje, ik wist dat ja? niet? Ja. Nou ik vind het ook wel een grappige, ik vind grappige, leuk vindt, grappige groep mensen. Ja, dat dan had, kan. dacht <laughs> ik meteen al. Oh. Vond de poel ja. en Frank Boeien, ja. Dus nou, goed. de enige drie mensen die elkaar herkennen van de baan. In Nijmegen. In Nijmegen, ja. ja. Nou. En als laatste had ik. Um, kijk jij expliciet om ons Ja, zeker. Ja. Eva Simons. Ja. Oh. Maar wat is de uh, bij jou? Uh, nou, daar staat het over hier. Hebben, hoor. Want... Uh, uh, nou ja, Eva Simons die is natuurlijk een, een beetje een los kanon. En die vind ik ook een beetje. Die vind ik ook ontroerend. Ik ook. Ik heb, echt, ik heb ook echt een beetje medelijden met haar. Ik ook. Oh. Ik ook. Ik vind echt, en ze is heel open daarover. Ja, nou goed, maar vertel jij maar, wat, ja. wat, wat daar nou ja, is? Uh... Ze is open heel de tijd. Dat ze, dat ze heel de hele tijd zegt. Ja, misschien praat ik te veel. Denk ik ja. Maar liever, dan is het misschien wel goed om ook een keer dan je mond te houden. Maar dat doet ze. Volgens mij zei ze dat laatste ook bij een proef. moet ik toch even voor Eva opnemen. Dat zei nee, dat hoeft niet. Op te mijn mond. Nee, nee, maar nou, even, wachten, even wachten. Nou lijkt het of je het opneemt en ik dan... Ik, nee, ik, ik maar dat je zei, ben. misschien moet je een keer ja. je mond houden. Maar volgens mij zei ze toen, want ik, ik heb mijn mond gehouden... maar het werkt niet, ze mogen me niet. En ja, dan, dat is zo erg. Dat vind oh. ik zo hard hartverscheurend. En dat ze zegt, het is zoals op school. Ja, en zo. oh, oh, oh doet echt pijn. Ja, ik ja, vind het heel naar. Ja. En ik vond die Ierse Lunenburg heel erg leuk. Die is nu weg. Hè? Ja, die is nu. Die is nu definitief weg. Maar goed, die deed niet zoveel want ik het idee. Ja, nee, dat eh, volgens is mij dat was de, hoe dan de montage. Volgens was mij dan? wel. Want je zag elke keer zo'n bos lopen. Dat je denkt, ja, misschien gaat ze er echt wel dingen zoeken dan of dingen doen dat. of zo. Of misschien, uh, weet je wel, heeft ze helemaal zo'n Maya-tempelcomplex daar gebouwd. Maar dat hebben we dan helemaal niet zien. gezien. Nee. Dus um, maar die Eva Simons en ja. die zoon van Vroger, die zitten samen op dat in expeditie Robinson. Ja, ja. Maar die opa's, die staan al, die staan. In de Jordaan op een pleintje. Want de opa van uh, Eva Simons is Johnny Meijer, de accordeonist. Wist ik niet. Nee. En de opa van. Uh, Jan Vroog is natuurlijk Bollejan. Of van uh, Maxime is ja. hij Jan Vroog Bollejan. En daar staan ze samen. En oh. dat, leuk, hè? Wisten ze dat zelf toen ze op het eiland waren aan de markt kopen? Ja, wel. Ja, zij ja, weten toch? van elkaar wel dat ze uh, dingen. Maar dat vind ik zo grappig. Ja, helemaal. Dat, 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 dat is een leuk weetje. Ja, dat is een leuk weetje. Nou, ja. nou moest kijken. Pik je zomaar eventjes Even Ja, uh, Gratis praten zijn voor niks. Ja, precies. Dus die zitten daar lekker uh, rustig op het, uh, op het pleintje op een uh, harde sokkel. Ja. En dan is het toch fijner? om op een lekkere sofa oh, te dat zitten. Dat zou zo fijn zijn. Maar ja. De sofa niet dames en heren. Ja? Liefden. Ja. Oh, want, want een bank ja. is belangrijk. Super belangrijk. Echt waar. Dat, ik weet niet meer. Hoe, hoe, hoe kom jij in je huis binnen? Plof je op de bank? Nou, ik ben wel iemand die, uh, die heel erg houdt van. Uh, op de bank. Op de bank, ja. Coke. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik val ook wel in de slaap op de ja, bank. Ja, maar dat is toch helemaal niet erg? Nou, laatst moest ik naar het Rijksmuseum en voor die cursus. En toen was het tien over zeven. En toen oh. zei Kriem: Moest jij niet naar het Rijksmuseum? Oh. Ik was wakker en zei: ja, Half acht is dat. Dus uh, maar je en heb ik nog, nog gehaald. Oh, ja, ik heb nog wel nou, ik, Weet ik niet gaan wandelen. Denk ik. Maar goed, een fijne bank is super Superbelangrijk. belangrijk. Ja. En bij Company heb je dus hele eerlijke prijzen. En dat is heel mooi, want dan doen ze het hele jaar door. Dus ze doen geen kortingen. Ze doen iets aan Black Friday. Gewoon een eerlijke prijs. Ja, precies. En je hebt, uh, je kan daar je eigen uh, meubel ook uh, um, ontwerpen. Ja, ze hebben ook supersnelle levertijden. Dat zou, vind ik super fijn. Want ik moet eerlijk zeggen, we moeten ophouden met super. Maar uh, nee, ik hoor <laughs> mezelf elke keer super superfijn, super goed, super. Ja. Dat, dat, dat snap ik wel. dat moet ik ook mee ophouden. Maar het is wel heel erg fijn. Heel erg als je niet ook. acht maanden op je ja. bank hoeft te wachten. Ja, dan ben je blij dat je hem hebt. En dan moet je zo lang wachten. Maar, oh, maar dat hoeft hier niet. En zo, ja. Want ze hebben namelijk ook alles in eigen beheer. En daardoor uh, waarborgen ze ook heel erg de kwaliteit. Dat ja. is ook heel belangrijk. En fijn. En je kan in even kijken, daar moet ik even oplezen. Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, in Utrecht hebben ze een showroom met een heel breed assortiment. Ja. Dus um, ja, ik zou zeggen ga eens langs, ja. ga kijken en dan kun je alles wat je uh, hebt gezien in real life zien. Precies. En de, ze hebben deskundigen om ook nog advies ja. te geven van, nou ja, als je moeilijke benen hebt, ga je bij die en uh, allemaal bij Sofa Company. Um, ga kijken moderne etiketten. moderne etiketten. Je zit naast een vriendin aan tafel en je merkt dat ze uit haar mond ruikt. Wat doe je? Ja, daar hebben we heel veel al. Uh, oh, zoveel mensen hebben gereageerd, maar heb jij ja. het wel eens meegemaakt? Nee, zeker. Ik heb wel eens meegemaakt. Maar goed, ik denk en dat kwam ook wel weer uit. Uh, die... Wat is een vriend en wat is een vriendin? Hoe goed ken je iemand? Ik ben wel eens met iemand in de trein gestapt. En dat was de vriend van een vriend eigenlijk. Ja. Maar wel de, de liefdesvriend. Ja, zeg ja, ja. Maar. En dan zit je in de trein echt dicht op elkaar. Ja, en die rook zo uit zijn straatje. Dat ik dacht: ja, ik, ik weet niet of ik, ja, of ik dit lang volgehouden, houden. Maar ik kon het ook niet zeggen. Nee. Nee. Nee, want je zag dat het een veel groter probleem was dan eventjes een, een, een kaalgumpje of, of zo. In ja, inderdaad. dat er meer aan de hand was. Oh. Dus toen dacht ik, weet je, dat is een beetje bij jouw spouwmuur. Dat, dat je denkt: goh, hebben ze nou een steenmarter in zijn mond? <laughs> je nou een, steenmarter, een dode steenmarter in zijn mond? Dus um, nee, daar moet wel meer gebeuren. En dan, ja, dan zeg ik het toch niet. Nee, maar heb je het wel eens een keer tegen iemand gezegd? Nee. Ik wel. Ik heb het wel eens tegen iemand ja. gezegd. En iemand heeft het ook wel eens tegen mij gezegd. Oh. Zei van, lieverd, volgens mij... Um, um, maar dat was... Ik was ziek. En uh, dat merk ik ook altijd bij kinderen. Mijn kinderen bijvoorbeeld. Als ja. ze ziek zijn, hebben ze een slechtere adem. Daar kan je het vaak aan, oh. aan ruiken ook. Dus toen... Het was wel grappig. Zei ze, misschien moet je even een smintje nemen. Ik schaamde me meteen oh. kapot. Maar wie was Het Was een vriendin? Ja, het was een vriendin die dat zei. Maar ik denk dan... Uh, het is eigenlijk heel erg dat je je schaamt voor dit soort dingen. Want ik was dus ook heel blij dat ze het zei. Ja. Want stel je voor dat je de hele dag zo... Lekker met iedereen, zo iedereen. Zo doorpraat. En dat iedereen denkt, oh mijn god, kan die vrouw even... Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Ja, maar een snotje uit je neus of zo. Of uh, iets tussen je tanden. Is, ik zeg dat altijd wel. Dat wel. wel. Dus ik zeg altijd wel tegen iemand, ook als ik iemand niet zo goed nee, ken. kan je gewoon altijd zeg, zeggen: goh, je moet even eventjes. Ja. Het uh, zit, er iets. zit uh, volgens mij uh, poepen aan je neus. Dan kan je, nee, maar bedoel, dan kan iemand er iets aan doen en dan, ben je, dan, en dan uh, kan je de dag in. Want het is ook vervelend als iemand later denkt: dat heb ik al heel de dag. En uh, die, uh, nee, die, die heeft tegen mij gezegd. Maar het is eigenlijk ook over die adem. Waarom vind je dat dan lastiger? Dit is Om... dus toch een probleem, hè? Nou, omdat het andere is gewoon iets wat je echt ziet, wat iemand ja. weg kan nemen, dan is ja. het voorbij. Maar met een ruikende adem is het, is het dat is iets anders. Ja, dat gaat to is toch een beetje subjectiever. En dat is toch ook een beetje ja. Ja, iets meer waar bemoei je mee. Ja. ja, ja. ligt eraan, Barbara de Lucht, die zegt ligt eraan, knoflook, vraag uh, of ze lekker geet hebben en bied een uh, pepermuntje aan. Of ruik ik ze aan het ontsteken op... meer? Doe nog eens in mijn. Doe nog... Laat me adem nog eens, eens... ruiken. Me... Nee, dat nee, is, is echt ontsteken. Maar dan kan je er niks aan doen. Nee, maar ik bedoel, dat, dat gaat niet. Je kan niet. Uh... Nou ja, dat is dus wel super aardig. Zij, is dus, zij durft dus wel er over die grens heen te gaan. Van ik zeg het nu maar niet. Ja. ja ik denk toch altijd aan diegene die zelf doorloopt met die slechte adem. Maar goed, Cars Rob, die zegt gewoon. Ik fijn alsof ik flauw val aan tafel. Tot <laughs> ze niet begrijp. Dat kan. Ja. Hij zegt ook Vincent uh, uh, Vincent rechtop. Oh. Die, zegt, uh, die zou zeggen: hey, even tussendoor. Hè. Weet je wat <laughs> leuk is om samen te doen? Tandenpoetsen. Ga je mee? Ja, dat ga je echt niet zeggen. Of natuurlijk. Happy Spider. Jezus, wat heb jij gegeten? Door je ja, meidje, je muurt uit je giecheltje, neem even een smintje. Nee, dit ik, ik zou, het ligt ook een beetje aan als je in, in, een, in een groep bent... en iemand uh, uh, merk je dat, 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 dat... dan wordt het nog ingewikkelder. Als je gewoon met z'n tweeën bent, is het nog iets makkelijker. Ja. Ik zou het gewoon niet zo snel zeggen. Ja, dat vind ik toch jammer. Ik neem het op voor de Ik zou het uiteindelijk wel zeggen. Niet snel, niet meteen, omdat je denkt... ja, hetzelfde geldt inderdaad over een half uur. Jij raakt uit je mond en jij ruikt uit je, mond, jij jij ruikt uit en, je mond. Jij en jij jij, ja. allemaal krijgen jullie tandenpasta <laughs> en een tandenborstel. Ik zou het niet zeggen. Nee, dat weet ik, dat is duidelijk. Um, Ook ligt... omdat ik denk: als dat nou het ergste is, wat uh, Kijk, inderdaad, als iemand gewoon een zijn neus heeft, of, of allemaal iets op zijn tanden of zo. Maar als dit dan, dan het ergste is. Nou ja, nou ja, maar bijvoorbeeld maar hier zegt 1987 Lin zegt ligt ook aan de situatie. Als het vaker is, zal ik er wat van zeggen. Of als ze naar een event Precies. of date gaat, dan ook. Want ja. dan denk ik, ja, dat is ook wel heel rot voor haar als ze dan de ja. hele avond dat iemand denkt, ja, leuk, maar ik kom niet door die lucht heen. Precies. Dat ze maar dan als toch het eenmaal is, alleen zou alleen ik is. het negeren. Dat is een beetje zoals ja. jij denk ik zei. Ja. Dat ja. zou ik ook doen. Als het echt, echt iets is wat ik ja. heel vaak bij iemand hoor, dan zou ik het zeggen. Ruik bedoel zou ik zeggen, goh, ik, uh, ik ruik al een tijdje, een paar weken al. Ben een paar je al... maanden, een paar jaar. <laughs> ruik ik al wat Dat raars. er een... Ruik naar een ontsteking. Ga eens naar de dokter. Of, of neem een smintje. Ja. Nou, ja, dat dus. Dat dus. Eenmalig let it go. Zou ik zeggen, maar goed, ja. ze is niet de oplossing van het probleem, let op. Maar het uh, is een etiket, dus eenmalig zou ik zeggen, goh, uh, uh, let it go. En als het echt. vaker, vaker is dan toch komt, wel even aan de bel Of iets trekken. Belangrijks en zo, ja. Dan even. Uh, Want je bent apart ook daarvoor nemen. vriendinnen. Ja. Of vrienden. Zeker. Um, mocht je nou dit vroeg in de ochtend luisteren. Oh ja. En je denkt, wat ga ik vanmiddag nou eens doen? Wij zijn vanmiddag in Utrecht. Ja. Live. At the in park. Het park. Lepelenburgpark. Leepenburgpa <laughs> Mark-Marie weet het, het nog niet, waar we komen daar wel. Wij weten zelf helemaal niet waar we precies terechtkomen. Maar dat is ook wel weer heel leuk. Dat is heel leuk, maar we zijn dus live. In daar een kan, park. Je, kan je naar ons komen. En dan, ja. Ja, dan kan je erbij zijn. Wij lopen rond in dat park. Dus, nee, tussen twee en drie doen wij ja. gewoon een live opname Zeker. op het En als je naar het event komt vanmiddag, het is gratis. Ja. Dus. Tot, tot dan misschien.